Binnenkort heeft u een chemoradiatiebehandeling en u heeft daarover vast enkele vragen. Zoals, wat is chemoradiatie eigenlijk en welke bijwerkingen kan ik hiervan krijgen? We leggen het u graag uit. Chemoradiatie is een behandeling waarbij bestraling en chemotherapie gecombineerd worden om het tumorweefsel in uw lichaam te verminderen of te laten verdwijnen. Vooraf aan de chemoradiatie heeft u met de behandelend artsen een voorbereidend gesprek waarin u eventuele vragen kunt stellen en waarin de praktische zaken worden besproken. Soms volgt er daarna nog een consult met de diëtist. Ter voorbereiding op de bestraling wordt er een CT-scan bij u gemaakt om het precieze bestralingsgebied bij u te bepalen. Daarnaast worden er aanvullende onderzoeken bij u uitgevoerd, zoals bloedonderzoek. Op de eerste dag van uw bestraling meldt u zich bij de afdeling radiotherapie. Een laborant wijst u naar de kleedruimte en loopt daarna met u mee naar de bestralingsruimte. Het is belangrijk dat u tijdens de bestraling rustig en stil blijft liggen. De bestraling duurt ongeveer 15 minuten. Naast de bestraling krijgt u ook chemotherapie. Dit kan afhankelijk van de tumorsoort thuis of in het ziekenhuis worden gegeven, via tabletten, een infuus of een combinatie van beide. Chemotherapie maakt de kankercellen gevoeliger voor de bestraling. Hoeveel last u krijgt van bijwerkingen hangt sterk af van de plek waarop bestraald wordt, het aantal bestralingen en het type chemotherapie. U heeft gedurende deze periode wekelijks contact met uw behandelend artsen voor de controle van uw bloed en om de eventuele bijwerkingen in de gaten te houden. Voor zover het gaat, kunt u zoveel mogelijk uw dagelijkse ritme aanhouden tijdens uw gehele behandeling.